Daar is de glinster, Luma. We zijn matties, toch? No! Rabbit Mario is nog steeds muziek aan het maken. En wij staan hier voor de zonnetempel. We moeten dus even zorgen dat we hier naar binnen gaan. Maar voordat ik hier naar binnen ga, mag jij het duimpje omhoog doen. En abonneren. En het belletje aanzetten. Zodat je geen enkele Mario Rabbit Sparks of Hope video mist. Anyways, hoe halen we deze meuk weg? Is dat gewoon door op A te drukken en het gevecht aan te gaan? Ik denk het wel. Ik zie allemaal Goombaronis hier zo. Oeh, wat? Is dit een boze Luma? De Pyroster. Je moet dit gevecht winnen, zodat ik met je mee kan. Anders zit ik hier vast. We moeten gewoon naar de overkant van het slagveld en dan geven de vijanden op. Oké, let's go, daar gaan we. Tackle deze grappies. Dan ga ik mijn Luma-kracht aanzetten. Oh, dat is een flats. En dan gaan we op deze twee schieten. Zo, die zijn weg. Lekker. Team Sprong. Jij mag deze kant op. Jij mag deze kant op. Lekker bezig, jongen. Tackle ze kapot. Even kijken wat Rabbit Luigi kan. Alle doelwitten worden getroffen door het verzwakkingseffect dat de schade die ze aanricht vermindert. Oeh, dat is nice. Maar ik ga hem even bewaren. Schieten! Oké, die laatste Goomba is ook weg. Ik geef de beurt aan de vijanden. Eens even kijken wat deze grappies gaan doen. De storters. Ja, die hebben dus lange afstandwapens. Oh, oké. Die hebben mijn blok daar kapot gemaakt. Oh, ik ben alweer aan de beurt, joh. Nou, mooi. Dan ga ik eerst met Mario. Die gaat even lekker springen. Zo. Die mag dan een beetje hier staan. En die gaat proberen op die grappie te schieten. Nou, we gaan gewoon proberen op hun allebei te schieten. Eentje geraakt, die andere niet. Misschien kan ik het al wel gewoon halen. Als ik nou een teamsprong doe met Rabbit Luigi en die gaat gewoon rechtdoor, recht vooruit. Zo. Ja, 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 ja. Easy, man. Easy. Pyroster sluit zich aan bij het team. Alle wapenaanvallen worden geladen met het super effect brand en richten 120% schade aan. Oeh. Geef maar Rabbit Peach. Maar die kan je dus gewoon verbeteren. Oh, met die sterretjes. Je pakt dus elke keer die sterrenstukjes op en dan geef je ze XP. Ja, kijk, zo werkt dit. Je geeft ze 10 tegelijk en dan, ja, dan is die level 2 geworden. Nice. Maar we gaan de Pyroster ook gelijk even voeden. Kijk, nice. En dan zetten we Rabbit Peach weer even in het team met de Pyroster. We kunnen ook alle characters weer upgraden. Dat gaan we ook even doen. En dan gaan we dus eindelijk die toren in waar we ook naartoe moeten. Super spannend. Kijk ze. Oh, oh, huh? Waarom zit je zo raar te kijken? Wie is dit? Het is de mysterieuze rabbit. Oh, oh, oké. Hij is best wel een beetje bang van hem, volgens mij. En de krab die gaat er ook vandoor. Komt hij achter ons aan? Hij komt achter ons aan. Jong, maar wat is dit dan? Een of ander ziek schilderijtje. Augie komt blijkbaar uit een familie van trotse halfgoden. Voor zulke goddelijke wezens zijn muurschilderingen net familiekikjes. Dit zijn Augie en zijn tweelingbroer Perfectus. We moeten de lichtspark volgen. Oh, daar is die. De Lightning Spark. We moeten over deze kloof heen. Moeten we even een klein puzzeltje oplossen, denk ik. We moeten het waterniveau laten stijgen. Nou, dat lijkt niet zo moeilijk. Dat doen we gewoon, denk ik, door deze zo te verplaatsen. En dan loslaten, ja. En dan gaat deze natuurlijk daar naartoe. Easy. Kunnen we deze naar achteren trekken? Ja. Ja hoor, het reuzenrad draait. De waterspiegel stijgt en we hebben gewoon een plankie. Maar ik zag hier ook nog allemaal dingen. Hier is een rabbit. Alle Goomba's helpen. Al schakel je er maar 3 uit, dan zou ik je al dankbaar zijn. We moeten rondzwervende Goomba's verslaan. Hallo? Zijn hier rabbits? Ik bedoel Goomba's? Ja, hier is er één. Pak hem eens terug. Tackle! Het is wel handig om dit soort zijmissies in ieder geval even te doen. Want dan krijg je weer van die speciale tokens voor waarmee je upgrades kan halen. Slopen we deze guy even. Dan gaan we de teamspronkie doen met Rabbit Peach. Gaan we zoveel mogelijk hier naartoe, ja. Tackelen we die bom. Pakken we hem op. En gooien we hem boven op de Goombaronis. En dan zijn we alweer klaar. Of niet. Want er staat er daar gewoon nog één, hè? Ja. Hop, 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 hop. Die leeft gewoon nog. Oh, die leeft nog net. Ik had hem gewoon niet gezien, hè? Ja, hij gaat nu Mario slopen. Oh, nee, ik onderbreek hem. Lekker. Dat is super nice. Oké, dat is Goomba 1. Ik zal niet alle gevechten laten zien. Want dan wordt het op een gegeven moment misschien een beetje saai om naar te kijken. En dan gaan we naar de overkant rennen, jongens. Let's go. Hier is in ieder geval nog een schilderijtje. Dit is een braadworstwedstrijd. En Augie is daar tweede geworden. Super random. Oh, kijk, hier is nog een gevecht met een Goombaatje. Hoppakee, die hebben we overslagen. De 2 van de 3 hebben we nu. Kijk, hier is nog een schilderij. Ze zeggen dat de oceaan gevormd is door de tranen van perfecte kappers. Die weenden van vreugde tijdens het kammen van zijn gouden lokken. Oké, helemaal niet arrogant voor de rest. Hé, hey, hier zie je die beer. Die beer lag in de vorige aflevering op het huisje. Maar die beer is dus van Augie. Daar is de glinster, Luma. Kijk ons allemaal kijken. Nee, niet bang zijn. We willen je niks doen. Rustig maar.
Chill gewoon. Goed zo. We zijn matties toch? No! Daar is sowieso een octopus of zo. Sowieso, kom op team. Pak de octopus. Oh, waar is die? Waar is die? Waar is die jongens? Rabbit Peach moet eerst even de haar veunen voordat we wat gaan doen. Holy moly, het is een goo-octopus. Laat hem met rust. Oeh, als we de duistermist tentakel verslaan, dan krijgen we 2 energiekristallen. Die hebben we nodig. Ik wil jou pakken, vriend. Kom dan. Oh nee, hij tackelt mij. Nou, we gaan je toch wel pakken, Goomba's. Easy, dan hebben we ook die level 4 Goomba even genakt. Oh, dan moeten we misschien even terug naar die rabbit. Of krijgen we... Oh nee, we krijgen sowieso de planeetmunt al. We hoeven niet terug naar hem. We moeten de duistermist tentakel gaan slopen. Jeetje, dit ziet er wel uit als een heftig battletje. Super effecten worden even uitgelegd. De Richter is bijvoorbeeld gevoelig voor het super effect brand. Een van je helden uitrusten met de pyroster kan een goede strategische zet zijn. Ja, die heb ik. Dus eigenlijk moet je iedere keer van tevoren even kijken van wat de zwakke punten zijn van je tegenstanders. De Stuntel heeft niet echt zwakke punten. Maar deze Richter dus wel. Die is zwak tegen brand. Nou, dan moet ik het bij Rabbit Peach houden nu. En dan gaan we eerst even tackelen met Rabbit Peach. Dan gaan we ervoor zorgen dat alle wapenaanvallen brand veroorzaken. Ja, ja, ja. Lekker gedaan, Lumatje. Dan schakelen we eerst deze guy even uit. Wat is die flow? Oh, die staat dan ook echt in de fik, joh. Oh nee, laat Mario met rust, man. Lekker dan. Oké, ik ga voor de teamsprong, want dan kan ik hem ook nog tackelen, hopelijk. Let's go, deze kant. Ja, nice. Tackle. Ik doe weer de heldenzicht aan, dat als ze gaan rennen, dat we hem dan gaan schieten. En dan gaan we hem 2 keer schieten. Ja, hij krijgt nu geen brand. Dat werkt dus alleen maar bij hemzelf. Bij Rabbit Peach zelf bedoel ik. Maar de heldenzicht, die heeft wel lekker gewerkt. Dus dat is top. Kan ik dan nu ook deze aanzetten? Ja. Kijk, hotseflot. Dan kunnen we gelijk naar de overkant. Ik ben ook gelijk weer aan de beurt. Dan gaan we eerst voor de teamsprong met Rabbit Peach. Let's go. Nice. En schieten. Let's go. Raken we hem? We raken hem zeker. Oké, de tegenstander krijgt de beurt. Wat gaan jullie doen, mamaketjes? Jullie gaan daarop schieten op Rabbit Peach. Lekker mis. Jij gaat... Oh, shit. Die was vet hard. Niet nog een keer raken, vriend. What? Dat ga ik jullie echt heel hard betaald zetten, vrienden. Die geen vrienden zijn. Kom maar. Ah, kan je net niet tackelen. Ik ga er eentje sowieso kapot maken hier. Dikke doei. Oké, let's go Rabbit Peach. Tackle er bovenop. Nice. We gaan gelijk even healen. Met de telefoon hebben we gewoon een app voor tegenwoordig. En dan gaan we hem kapot schieten. Let's go. Hij leeft nog wel. Zo jammer. Hij heeft echt 1 HP over of zo. Dan kan hij mij dus nu nog 2 keer raken. Oh, oh, oh. Daar is een sluiper. Oh, die mist Rabbit Peach gelukkig wel. Niet doen. Oké, wel doen blijkbaar. Tackle! Teamsprong! Dan zetten we deze aan. Hopelijk kan Rabbit Peach dan nog een beetje schuilen ergens. Dat zou lekker zijn. Ja, oké. Dat schuilen gaat wel lukken. Laten we hier schuilen. Want dan kan Rabbit Mario er nog wel gebruik van maken. Ah, ik kan alleen niet meer schieten. Dat is jammer. Let's go, Mario. Let's go, let's go, let's go. Let's go! Oké, er leven nog 3 enemies. Ja, er leven nog 2 enemies. Lekker gedaan, Mario. De sluipschutters die staan inmiddels ook al klaar daar. Ja, die gaan mij niet raken, jongen. Ga jij mij raken? Ja, jij raakt me wel, hè? We moeten eigenlijk gewoon nu naar de overkant gaan rennen. We gaan sowieso een teamsprong doen en kijken of we met Mario naar de overkant kunnen. Want deze kunnen we alvast aanzetten nu. Eerst even de Luma aanzetten. En dan deze gasten hier dichtbij maar even slopen. En niet tegen mij aanrennen met je brand, hè? Ga maar naar je matties toe. Nee, niet bij mij. Ik wilde hier gaan staan zodat Mario er nog bij kan. We gaan een teamsprong doen, Let's go, let's go, let's go. Hopelijk halen we het. No, we zijn in het water. Oké. Ja, dit gaat sowieso niet goed komen voor Rabbit Peach. Ja, die wordt daar keihard geraakt. 2 keer zelfs. En nog 2 keer. Oh, ik had gewoon achter het muurtje moeten gaan staan. Jij gaat voor Mario. Oh, er is er nog 1. Die gaat ook voor Mario. Voordat ik ga springen, ga ik eerst nog healen. Kijk, en nu gaan we gewoon naar het gebiedje toe en dan is het klaar. We hoeven echt niet iedereen te verslaan. We moeten gewoon hierin komen. Belangrijke les. Toch altijd achter het muurtje staan. Direct achter het muurtje, want anders word je geraakt. Maar ja, hallo, blijven we nou bezig? Laat deze Luma nou eens met rust. Ik heb al 3 keer geprobeerd om hem te redden. Holy moly, daar ging Rabbit Mario. Lekker bezig, jongen. Lekker bezig. En door, en door, en door. Zijn we dan nu waar we moeten zijn? Zijn we nu bij de boss battle? Nee, nog steeds niet.
Oh, maar misschien heeft hij een superkracht. Ik denk stiekem dat hij een superkracht heeft. Ik denk dat hij ze allemaal kapot gaat maken. No, het is niet de Luma. Het is de mysterieuze rabbit. Die ons even komt helpen met zijn superzwaard. Wat een baas. Wat een baas. Kijk hem staan. Wie is dit? Wat een, deze lijkt niet op een Mario karakter in ieder geval. Hij is wel cool. What? Holy moly, ja, ja, ja. Lekker. Oh my gosh, hij lijkt op Trunks van Dragon Ball Z. Wat een held, joh, met zijn zwaard. Yo, en dat doen wij zoveel moeite, hè. En deze gast, ja, Rabbit Mario is een beetje verliefd op hem, blijkbaar. Ze zijn allemaal kapot. Nou, bedankt voor je hulp. Dat ging vrij snel. Thanks. Hij knielt voor de Luma. Oh, hij wil de Luma ook meenemen. Ja, ik denk dat de Luma met hem meegaat. Ik denk... Ja, dat lijkt me vrij logisch. Dit is de love story tussen de Luma en deze mysterieuze karakter. Wat gaat hier allemaal gebeuren? No. Wie is dat? Oké, okay, we weten wie dat is. We gaan het zien. Huh? Is het Augie? Nee, nee, nee. Het is een tijger? Rabbit? Heel cool. Dit is de Giga Wildklauw. Maar nu hebben we 3 superhelden. Dat is lekker. Ik ga in ieder geval wel mijn team genezen. Kost wel 100 muntjes. Nou, laten we het maar doen. Het is een boss battle. Dat is misschien wel handig. Dus even kijken wat zijn zwakte is, hoor. Hij kan niet worden getackled. Hij is resistant tegen brand, slijm, spetten, eigenlijk tegen alles. En deze grappies, die zijn ook neutraal. Geen sterke of zwakkige dingen. Even kijken wie deze gast is. Dit is Edge. En Edge kan zijn zwaard gooien. En dan raakt dat zwaard meerdere tegenstanders. Oeh, dat is wel vet. Kijk hem, Edge is superkrachtig, hè. Oh, wat een vette character is dit. Oh, ik kan dus nu 3 tegenstanders raken. Dit is heel sick. Heel sick. En het raakt ze ook allemaal 2 keer, want het zwaard komt ook weer terug. Oh, maar hij komt wel gelijk op me af. Dus ik denk dat het misschien een goed plan is om een beetje te verspreiden, zodat die tijger niet weet waar hij naartoe moet. Ik ga helderzicht in ieder geval gelijk aanzetten, want als hij dan gaat rennen, dan raak ik hem nog een keer. Ik ga ook gewoon gelijk op hem schieten. En ik ga gewoon 2 keer zelfs op hem schieten. Let's go. Bim, bim. Lekker. Komt hij dan nu op me afrennen? Ja, en dan raken we hem dus nog een keer. Lekker dit, zeg. Oké, dan hebben we nu dus Peach nog. En Peach gaat even hier schuilen, ja. En met Peach ga ik een andere enemy schieten, want die ga ik even in de fik zetten. En hopelijk gaat hij dan rennen naar zijn Marty toe. Kom op, raak hem. Lekker. En dan is die ook kapot, hopelijk. Dan zijn ze allebei kapot. Oh, nee. Ja, ze zijn wel allebei kapot. Kijk, dit is top. Oké, de vijanden zijn nu aan de beurt. Deze had ik trouwens niet gezien. Hij mist mij wel. Oeh, ik denk trouwens dat Edge misschien een probleem heeft met die tijgerbaas, hoor. Want die staat wel heel dichtbij. Oh, oh, hij raakt hem ook. Oh, hij wordt geslagen. Oh, 390 ook echt. No! Die is in 1 keer dood. Yo, we moeten die portal kapot maken. Anders komen er nog meer vijanden bij. Nou... Ik denk dat ik gewoon afstandje ga nemen. En er eventjes voor gaat zorgen dat die guy gewoon kapot gaat. Nee! Oh my gosh. Ik schoot op een enemy ook. Op deze gast die hier staat. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ik ben benieuwd of we dit zonder Edge gaan redden trouwens. Let's go, Rabbit Peach! Ah, die doet niet zo heel veel pijn. Kijk, hij kan mij in ieder geval niet raken. Deze guy kan mij misschien ook niet raken. Oh, die kan Rabbit Peach wel raken. Kijk, hij haalt het niet. Hij kan niet zo ver lopen. En al die vijanden die erbij komen, dat maakt niet zoveel uit. Oh, maar vanaf die hoek wel natuurlijk. Ik heb eigenlijk Edge gewoon heel hard nodig. Ja, maar ik raak hem wel heerlijk. Oké, waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Kan ik hem tackelen? Nee. Maar ik kan wel helemaal hier naartoe rennen. Dan kan ik alleen die baas niet meer raken. Ik ga in ieder geval deze portal even slopen. Want anders dan komen ze... Hij gaat niet kapot. Oké, jongens, ik heb een probleem. No! Oh. Er komen straks allemaal vijanden natuurlijk uit die hoek hier. Ja, hij kan mij niet raken. Dat is chill. Hij is niet zo groot. Dus dat is heel fijn. Nu heb ik echt mijn schoten gewoon verpest, hè. Ik denk wel echt dat het slim was om te verspreiden. Oké, okay, dit stomme konijn is kapot. Mario is trouwens nog steeds niet geraakt. Dus dat is heel fijn. Mario die doet wel flinke damage. En hij gaat nu ook weer rennen. En dan raken we hem nog een keer.
Twee keer zelfs? Ja, dit gaat wel hard hoor. Dit gaat heel hard. Eerst deze eens even tackelen. Zo, dan hebben we dat gehad. Daarna gaan we onszelf even healen. En dan gaan we hem een klein beetje van Mario weglokken. Want we gaan gewoon op hem schieten. Ja, hij is wel bijna kapot. Het gaat wel de goede kant op, jongens. Het gaat echt wel de goede kant op. De vijanden zijn wel weer aan de beurt. Maar ja, zij zijn allemaal niet zo slim, hè? Zij zijn nog niet zo goed. Kijk, oké, Rabbit Peach wordt wel geraakt nu. En, oh, en nog een keer geraakt. Oké, ik moet niet te stoer doen. En Mario wordt nu ook geraakt. Ja, maar jij gaat mij niet raken. Jij gaat het niet redden. Ik moet hem weglokken, jongens. Ik ga eerst met Mario even de Luma activeren. En dan twee keer op hem schieten. Of zal ik die vijand pakken? Nee, ik ga twee keer op hem schieten. Hopelijk gaan we hem deze beurt verslaan, jongens. Hopelijk wel. Rabbit Peach, jij moet het doen. Jij moet eventjes hier schuilen. En dan de baas kapot maken. Let's go. 1, 2, 3. Is die kapot? Oh, hij leeft nog net. Maar ik denk dat het goed gaat komen. Ik denk het echt. Ik denk dat wij dit gaan redden. En dan maken we hem gewoon kapot. Lekker. Hoppakee. Ja, sorry dat jij niet zoveel op kunnen doen, Edge. Ik wist niet dat die tijger zo sterk was. Maar wel super goed gedaan. En als het goed is, ja, is alle meuk nu weg. En Beepo vraagt aan Edge of de Spark misschien met ons mee mag naar de vuurtoren. Ja, want we moeten de vuurtoren natuurlijk ook fixen. Omdat we die teleportatietunnels moeten maken. Twinkle heet hij, die zegt ik kan de vuurtoren ontgrendelen. Kijk maar, ik zie jullie daar. Nou, oké, gezellig, Twinkle, tot daar. Augie is er ook blij mee, die zegt laten we hem naar de vuurtoren brengen. En wat? En wat? Met je krap op je hoofd. Da, jij weer de sparkjager. Hey, maar hij heeft ons geholpen, jongen. Hij vraagt, jullie hebben een ruimteschip, hè? Oké, chill, ik neem jullie wel op sleeptaal. Mijn hulp is zo te zien hard nodig. Ah, je moet niet te arrogant worden, hè? Want we hebben het net grotendeels zonder jou gedaan, Edge. Kijk, vanaf nu kunnen we drie helden gewoon inzetten. Anyway, ik moet stoppen, want deze video duurt veel te lang. Ben je benieuwd naar wat er in de vuurtoren gaat gebeuren en hoe goed Edge echt is? Knal de duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren. En zet het belletje aan. Dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!